hier is ze dan. Oké, okay, heel erg bedankt dat je ons lekker hebt gewezen. Ja, geen probleem. Alsjeblieft, veel plezier. Dank je. Doeg. Welkom in ons synagogemuseum. Kom binnen. Dit gebouw is in 1879 gebouwd als synagoge met een rabbiwoning daaraan vast. Deze ruimte noem je shul. Hier worden de gebedsdiensten gehouden. Net als in een kerk eigenlijk. Er zijn hier verschillende Joodse attributen waar jullie rustig naar kunnen kijken. En als het nodig is, geef ik daar uitleg bij. Dat zijn de Torahrollen. En de Torahrollen is eigenlijk de Bijbel van de Joden. Hier zien jullie twee feesttafels. Dat is de Chanukka feesttafel en dit is de Pesach feesttafel. En de Pesach feesttafel wordt gevierd dat de Joden uit Egypte zijn ontsnapt. Op dit moment is hier een tentoonstelling over het Joodse leven in Drenthe. Met de geschiedenis en de verhalen van de mensen. Zijn er ook veel Joden uit Coevorden in de Tweede Wereldoorlog omgekomen? Ja, helaas wel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 126 Joodse Coevordenaren vermoord. Buiten is daar een monument voor geplaatst. Heel erg bedankt voor uw uitleg. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Het gat in het midden van het Joods monument symboliseert de blijvend lege plaats die de omgekomen Joden in de Coevorden gemeenschap hebben achtergelaten.